Gefeliciteerd met de overwinning. Hoe was dit voor jou? Nou, het was een opluchting natuurlijk. Niet alleen voor mij, maar ook voor de jongens, voor de fans. Want ja, het heeft natuurlijk even geduurd. En het vertrouwen was natuurlijk een dieptepunt. En dan is zo'n overwinning is belangrijk. En als je dan ook ziet dat er gewoon hele goede gedeeltes tussen zijn. Dat er op een manier wordt gevoetbald wat we ook wel een beetje hebben aangegeven. Van wat meer zekerheid, wat meer duidelijkheid. Waar ze zich een beetje houvast hebben. En ja, dan is dat iets waar je op verder kan bouwen. Ja. Wat heb je kunnen doen de laatste dagen? In de eerste dagen van je trainerschap hier? Nou, je hebt twee trainingen en in die trainingen hebben we wat dingen aangegeven. Maar met name ook in de besprekingen dingen aangegeven wat we terug willen zien. En dat niet altijd gelijk gebeurt of dat het een gewoonte is op dit moment. Dat is ook logisch, dus dat moet ook allemaal groeien. Maar wat we vanavond hebben gezien is in ieder geval wel een hele mooie en goede stap. Bergwijn en Berghuis stonden hier net. Bergwijn zei, hij heeft een duidelijk tactisch plan. Het is met alles wat hij meemaakt ook een man waarvoor ik door het vuur ga. Nou, dat is mooi om te horen. Dat was ook te zien. Niet alleen, denk ik, dat Bergwijn en de aanvoerder. Dus het is ook mooi. Ik heb met zijn voeten gesproken, wat hij zei. En dat is dan ook mooi om te zien dat hij in zo'n wedstrijd dat kan laten zien. En dat hij dat voor mij over heeft. Dat is alleen maar... Iets wat me natuurlijk raakt. Heb je een groep aangetroffen waarvan jij zegt, die kan ik ook nog veel meer naar elkaar toe brengen? Want dat is iets wat Berghuis net zei. Ja, zeker. Het is een hele jonge groep. Het is een groep wat zeg maar ook nog niet echt in die duidelijkheid en die structuur zeg maar heeft kunnen voetballen. Dus je probeert dat mee te geven en Er waren ook gedeeltes in de tweede helft dat het even weg was. En dan zie je gelijk ook de kwetsbaarheid weer. Dat het groot wordt. En natuurlijk ook, één of twee keer zijn we goed weggekomen. Maar daarentegen hebben we natuurlijk ook, zijn wij zoveel voor de goal gekomen. En kansen gehad en schoten gehad voor de rust met name ook. Dat we al eerder zeg maar, de afstand hadden moeten nemen. Ja, want jullie krijgen kans na kans na kans. Dan schiet Bergwijn hem dwars door het net en is er heel veel opluchting. Vervolgens komt Muren door een fout alleen voor de keeper. En dan zie je het bibberen en beven beginnen, toch? Voor mijn gevoel in ieder geval. Ja, dat klopt ook. En dat, omdat het net een periode was dat de vermoeidheid er ook was. En dan gebeurt zoiets en dan zal je net zien dat een beetje weer het vertrouwen weg ebt. En het staat tenslotte al nog steeds 1-0. Dus dat is een stand wat ook tricky is. Dus ja, dan zie je dat een beetje terugkomen in het elftal. Gelukkig konden we daar vandaan komen weer door die goede goal van Akpong. Het kopt hem geweldig in. En dat is mooi ook voor hem. Dat hij heeft laten zien dat het een speler is. Want hij heeft natuurlijk een aantal keren gespeeld waarin hij weinig aan de bal kwam. Of dat het even niet liep zoals hij had gewild. Maar nu maakt hij een goede goal en bijna nog één. En dat is ook goed voor het team. Dat je ziet dat de competitie gaat ontstaan. Je laat Bergwijn naar binnen spelen. Je stelt een debutant op die de hele linkerkant bestrijkt. Vooral een aanvaller is geweest uit het verleden. Past dat een beetje bij jou? Want dat zijn dingen die we wel vaker hebben teruggezien. Ook bij PEC Zwolle deed je het volgens mij aan de andere kant van het veld. Ja, het is een speler wat heel aanvallend is ingesteld. Dus dan kun je met de aanvaller zoals Bergwijn is. Die kan naar binnen komen. Hij kan breed blijven. En dan kan Marta ook aan de binnenkant spelen. Dus je hebt wel opties met hem. En dat is ook alleen maar mooi. Want hij is sowieso ook uit de eigen jeugd. Dus dat is altijd wel mooi. En ook leuk voor het publiek, vind ik. Maar hij heeft het fantastisch gedaan. Je hebt de hele wedstrijd op het randje van je vak gestaan, bijna aan het veld. Je hebt bijna geen stem meer over. Dus ook even wennen, merk ik, of niet? Dat is een hele tijd geleden dat ik heb staan schreeuwen langs de lijn. Dus mijn stem moet even weer wennen. Dat klopt.